Ik heb mijn hele leven in oude auto's gereden, kun je wel zeggen. Toen wij samen begonnen was dat natuurlijk bittere noodzaak, want dan heb je geen geld. En later kwam het naast de auto van de baas, dus dan is het, kijk je er heel anders tegenaan. En dan zien de auto's er ook een beetje anders uit. Maar ik vind het gewoon leuk. Ik vind alles wat ik met mijn handen doe, vind ik leuk. En dan zijn de oldtimers zijn de hobby. De Mercedes en sinds kort de Jensen. Ook een geweldig mobiel. Nou, hij had toen ik hem kocht 13 jaar in de schuur gestaan. Gelukkig in een droge schuur en een geventileerde schuur. Geweldig ding. Allemaal leer van binnen, joekel van de motor. Geweldig. Nou, en als je dat dan na een paar jaar prutsen klaar hebt, dan denk je, kijk. Nou, de motor zat erin, maar alles was los. Alle bedrading was eraf. Onderdelen waren weg. Toen mijn maatje eronder lag, zei hij, hoe stuurt zo'n ding eigenlijk? Oh nee, dat stuurhuis, dat heb ik hier op de werkbank liggen. Oh. En waar haalt hij dan zijn benzine vandaan? Oh nee, die tank die ligt hier in de andere loods. En nou, zo ging dat nog even door, dus het was eigenlijk een bouwpakket. Meneer Olieslager, wel bekend van zijn boeken, die zei vroeger al, het inbouwen geschiet in omgekeerde volgorde van het uitbouwen. En dat is ook zo. Dus als je alles netjes op een rijtje legt, dan ga je het rijtje de andere kant op. Dan zit het zo weer in elkaar. En je moet natuurlijk een beetje je verstand gebruiken, maar dat valt ontzettend mee. Het is meer gewoon beginnen. Gewoon doen. Met de hulp van het werkplaatsboek, wat ik erbij kreeg, moet je dan alles aansluiten. Nou, dat was gelukt. Ja, dan moet het natuurlijk, nou weet ik veel hoeveel jaar, moet je het nog doen. En verdomd, draait de sleutel om en het loopt. Heerlijk. Maar toen was het natuurlijk nog niet zo geweldig. Maar nou wel, het kan. Het is leuk. Mijn eerste ritje was van Band naar Krachenburg voor de APK en het was meteen goed. Dus ik was gauw klaar met de APK. Mankeerde niks aan. Ik denk, nou, na 5 jaar prutsen, heerlijk, goed gevoel. Ik groei erin. Na 18 jaar van de weg heb je niet alle vertrouwen in zo'n ding. Dat moet hij nog een beetje opbouwen. Maar het rijdt voortreffelijk. Ja, ik ben eigenlijk apetrots dat ik het zover gekregen heb, want ik ben geen monteur. En het was een bouwpakket. Dus dat hij in het begin zo liep, dat was wel geweldig. En als je hem daarna ziet staan, denk ik, ja, hij is echt wel mooi geworden. Dus hij blijft hier voorlopig wel.